is going to be dry. It's going to stay dry. Try to relax, feel the track, feel the grip. Just try to relax and do your thing. I'm correct, and there are some stones between my rim and my tire. Check the right rear tires. Good, it looks good. So there's no stones, there's nothing. Tell me. P4. The thing is, should you go on slick? That's the question now. It's not dry enough, I think, Herman. It's only 8 minutes now. It's only last lap. This is your last lap. And P7, Niels, P7. The only right choice was slicks. Ah, start je aan. Je bent een vriend. Complete bullshit. And Niels Langeveld has had a good weekend. Oh, lekker. Ik zit 3/10 onder mijn tijd en dat ding begint op 3 cilinders te lopen. Verdomme, wat is dit nu weer? Maar dat is wel 3 cilinders. Dat is wel 3 cilinders. Ja, we hebben gewoon deze hele vrijdag alleen maar problemen. Dus ik denk iets met de kabelboom. Moeizaam allemaal en vandaag op quali, dat wordt gewoon een hels karwei. The problem is back again. Same problem. What can we do now? Alles uit. Dan gaan we gewoon nog een keer proberen. What position are we in? We are now in P3. Langeveld P6. No, we're not gonna drop to P12. Wheels go out, warm up the tires. Push. Something wrong with my car. Engine, is it engine? There's something broke from the suspension. We have 5 minutes to fix this shit, guys. We are not in Q2. Hoe kan dit nou weer dan? Geen idee, de hele demper is afgebroken. Ik geloof je toch verdomme niet. Okay. Is het niet het een, is het wel weer het ander. Any doubt? You can take only one decision. Replacing it.
de druk is natuurlijk hoog, omdat je goed in het kampioenschap staat. Als ik dit weekend nul scoor, dan is het over. Dan is het kampioenschap klaar. Ik hoop echt dat alles goed is, Herman. Ja, dat hoop ik ook. Zeg je? Kijken hoe weinig plek er is om in te halen. Ja, niet normaal. Hè? Ik zie het licht niet eens. Go, 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 go. Niels, you are on P18. P18. Doorrijden, Niels. 2-11, P-11. Was a good race, Niels. It was a good race. Zo, het gaat echt heel druk worden, de eerste bocht. Hoor. De eerste bocht is vrij krap naar rechts. Niels Langeveld being given that absolute push up the rear, put sideways by Harry Procher. Maybe if the officials want to have a look at that one as well, it was a blow up the left rear. Great, great drive from P13 to P4. Good drive. Good drive. De auto ging als een kogel. Ik heb aangevallen, ik heb verdedigd, ik heb ze van me afgehouden, ik heb geduwd, ik heb getrokken, ik heb alles in deze race gehad. Net geen podium, ik had hem wel verdiend, denk ik. Slow down, your B1 now, slow down. It's okay, slow down. We prepare the next set now, eh? New set on front. Oh, this is now a shit lap. I keep pushing because this is a shit lap. I care for this lap. Okay, if you can push, then push. Tell me what to do, Herman. De start, bocht 1 en zorgen dat ik zo snel mogelijk in mijn ritme kom. Niels Langeveld on pole position. We will go racing for half an hour. Who's going to be first at the top of the hill to the OMV Curver? You're half a second faster than Bodie, half a second faster again. 12 minutes to go, same lap time as Bodie, 4 minutes to go. Same lap time as Bury again, so perfect. 16 is sneller than Bury. The time is finished. Ik denk dat je laatste met Bossen. Ja, ja, ja! Yes, Niels! Yay! Coming out, Niels Langeveld, a very, very happy Dutch. Weet je, dit is het mooiste gevoel wat een topsporter kan hebben. Dus dit gevoel, daar doe je het gewoon voor. Concentrate. Position to Niels Langeveld, so Langeveld up into 8th place.
dat stalde gewoon. Iets te laag in toer, iets te snel mijn koppeling op. Denk ik, ik heb geen idee hoor. Ik heb gewoon meer subscribers nodig op mijn YouTube kanaal. Dus abonneren